Officieel land, meneer Zal. Hartelijk dank voor uw komst naar de verkozen van Stiebelman. Dat is hartstikke goed. Ik ga iemand aankondigen. Ja. Heel bijzonder. U bereidt een speciale verkozen te openen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik geef ruimte aan Michiel Jolijn voor de opening. Ik wens u veel plezier vanmiddag. Kijk rustig naar het prachtige werk. Deze zaal zijn allemaal tekeningen van Els. Hierachter zijn allemaal schilderijen van Els. Beneden zijn bijzondere foto's, heb ik begrepen. En ze hebben allemaal te maken met reflecties en weerspiegelingen van water. Nou, ik vind ze prachtig. En ik hoop dat u zelf ook zo. Dank u wel. The floor is yours, Michiel. De dame die jou zelf wil op zo'n west. Op zo'n west! Op zo'n school, op zo'n west. 3 uur zijn, 3 uur dingen. Op zo'n west een mooie soort parel ontstaan, op zo'n west. Criminaliteit, maar ook eigenlijk bij de buurt overal. Toch knap op deze cultuurtempel, deze, ja. Ankara. Nee, maar ook. Toen ik jong was, in jaar 16, mijn vader die werkte bij een plaatwalserij, bij hem weg. Met de brommer gingen wij door, achterop de Sunok. Gingen we van die plastic koken, gingen we met de fietsen, met die grote fietsen hier, bij de hem weg. In de plaatwalserij, we zouden in tijd de Grieken, de Kurken, de plaatwalserij hoog geopend. Met de plaatwalserij, mensen die met 50 graden platenwals. Voor die bommen hadden hier dus metaalarbeiders. Stork Hemach, hierachter. Ei! Die zullen ook alles weer in dijken, zodat die helemaal niet voor de eieren. We zorgden dat die wel gewoon in de stoelmarkt, want we hebben de stoelmarkt tegen de schoeien. De stoelmarkt hebben we leven aardig, de stoelmarkt hup, en dan vreten met z'n achter. Met z'n achter met de stoelmarkt te vreten. Maar die vader van die jongen, die was met zo'n babbetje te vreten met die hulp. En die kreeg op een gegeven moment, die werd ook nog een beetje schilder, creatief iemand. En water krijg of het ei te kijken door het veekanaal of tegen de avond op zo'n soort mooie soort vlakte, eigenlijk zo'n soort Sahara van water. En nu moet je zo'n aquareltje te maken zijn zo, en opeens is de mystiek, die mystiek van het water. Die wat heeft ook, dat is bij veel mensen die mystiek van het water, maar de prachtige, de mooiste zeeschildersfoto gebruikt ooit. Want ze hebben dit een soort amberachtige kleur, dat water, en een soort over het water, uit jullie KHLM, hier waren die mensen die op zoek raakten in het water, met de toxopeen binnen de zuidwesten, is boven waar, tsunami boven waar, misschien weer de mystiek zo onder water. Maar het mooie boven naar de onderwereld, hier ook trouwens, nou, ze hebben boven op de onderwereld. Maar het mooie was het, die man heeft ook wel eens een keer gezegd, een prachtig verhaal verteld over een moreen. En zo'n Titanic, onder water op een dooi gezet, maar het is dus eigenlijk zo'n soort, ja, die is zo gewoon vage, maar er is iets gebeurd, maar het is een heel ander hemel, die gaat onder water. Een boreen, wat kan ik met een kleine jongen het snorkeltje een keer met het Caribisch gebied gehoord? Een snorkeltje, ja, het Caribisch gebied. Zo'n boreen? Ik voelde echt sowieso zo'n koksel. Lange, daar beest. Ik doe zo'n zwemmen en die boreen. En zo'n soort wild duis met een lange tanden. Mystiek. Toen weer half hebben we ook dat bij Elsje ook bij Elsje zit het water stappen in het water. Het leuke is, het water, het is het bloed, wat ik nog steeds heb hoor. Met zo'n amberachtig, met de zon, dus met die amberachtige soort het water met zo'n mooie soort hoefbladden bovenop zitten. En van die visjes zo. Dus het lijkt dus een soort haar lekker man met een bouwje veren. Fantasie wat onder het water afspeelt in het voet en de Elsje heel sterk. Het zit veel niet onder Cousteau, maar onder water met die mooie dieren. Weet je, een kunstenaar is toch een reflectie. Want
de helft van de wereld met water, reflecties. Mooi licht, reflectie. Het heeft iets magisch. Je wilt klauwen, je wilt klauwen. Je krijgt het niet. Kunst, meeste generatie geloven. Elf met een psychiater. Die generatie met een ballen, hup, je hebt een reflectie. Het gaat om reflectie, je eigen ziel. Ten overstaan van iemand anders te reflecteren. Dat je weer een wanwoord krijgt naar je eigen. Je moet ook zo'n Freud bijvoorbeeld. Luther Freud heeft dood. Dus je moet ook zien, je ziet de klauw in die verf. Klauw. Die mensen die ook zo'n beetje 80% water. Die Freud ook weer bezig met die bacterie. Dat je zelf toe eigenen. Elsje kan het verdomd goed. Er zijn weinig mensen die dus op een of andere manier die magie in hun poten hebben. Een klein boefje heeft het niet. Het is een heel ander.